De komende 3 dagen vertoeven we met kiosk in hogere sferen. We brengen een verslag van het luchtdemonstratieteam De Victors van op de airshow in Kokseire. De Victors zijn eigenlijk een formatieteam van Vliegclub Ursel. We zijn ontstaan in 2004, waar we toen met 3 piloten, ikzelf, Luc en Frankie, toevallig terugkwamen van de navigatie. En we riepen gelijktijdig Ursel Radio op. Maar in plaats van eerst naar het vliegveld te komen, stelden we voor van een keer te proberen samen te vliegen. De Victors bestaan uit 5 piloten. We stellen ze even aan u voor. In het dagelijks leven ben ik officier bij de Belgische luchtmacht. Zo ben ik met het vliegen in contact gekomen en heb ik ook 10 jaar kunnen vliegen aan boord van het radarvliegtuig van de NAVO, het AWACS-toestel. In het dagelijkse leven heb ik eigenlijk niets met vliegen te maken. Zit ik in hydraulica en zware havenkranen en zo, waar ik wereldwijd mee bezig ben. En hoe ben je dan toch nog in het vliegen terechtgekomen? Sinds kind altijd zeer gefascineerd door het vliegen geweest. Ooit begonnen met modaalbouw. Ik heb 20 jaar modaalvliegen gedaan. En toch de microbe die bleef maar kriebelen. Ik ben er veilig in terechtgekomen via mijn vader, die de nummer 2 is van ons Victors. Dus het is zogezegd links en rechts is vader en zoon. Dus ik ben van kinds af aan veilig opgegroeid door mijn vader in het vliegen. In het dagelijkse leven werk ik in Zaventem in een onderhoudsbedrijf van vliegtuigmotoren. Dus ik heb mijn studies in de luchtvaart ook afgewerkt. En nadien ben ik als inspecteur veilig van straalmotoren te werk gegaan in Zaventem. Bij Cathay Pacific, dat is een bedrijf, een luchtvaartmaatschappij in Hongkong, op 747-400. Dat is iets helemaal anders dan zo'n Piper Archer. Ja, dat is helemaal anders, maar dat is het boeiende aan de luchtvaart. Er zijn verschillende facetten van de luchtvaart en op die manier krijg je eigenlijk de kans om daarvan maximaal te profiteren. Ik heb mijn carrière begonnen als vliegtuigtechnieker en dan ondertussen mijn opleiding beroepspiloot gedaan. Dan ben ik beginnen vliegen in de zakenluchtvaart, Cessna Citations, voor een Belgisch bedrijf. Ondertussen Falcon 900 en nu vlieg ik Falcon 7X in Rusland voor een privé persoon. Ik had al enkele keer laten vallen dat mijn interesse er wel heel groot voor was. En gelukkig, begin dit jaar, hebben ze me gevraagd of ik geïnteresseerd was om bij de Victors te gaan vliegen. Voor het team naar Kokseide vertrekt, werkt het nog mee aan Hartekamp. Dit is een organisatie in Ursel die ervoor zorgt dat kinderen met een beperking eens kunnen meevliegen met een sportvliegtuig. En zij komen al een aantal jaren naar hier. En dat blijkt dus ieder jaar wel een groot succes te zijn, want al die kinderen, de inschrijvingen zijn altijd wel massaal. Die willen dat wel allemaal eens proberen. Hè. Het evenement in Ursel zorgt ervoor dat de Victors nog eens hun demonstratie kunnen inoefenen. De weersomstandigheden zijn perfect. Een blauwe lucht, amper wind en een lekkere 20 graden. Eigenlijk werken wij in verschillende fases. Dus meestal een seizoen van airshows dat stopt rond oktober. Dan maken we een volledige debriefing van het seizoen. Elementen die we kunnen verbeteren. Andere kleinere zaken die nog kunnen verbeterd worden. De demonstratie verloopt perfect. Het applaus zorgt ervoor dat het team met een goed gevoel richting Kokseide kan vertrekken. Krijgen de Victors voor het laatst de kans om hun demonstratie te oefenen. Kiosk mag meevliegen.